Hallo allemaal. Ja, vandaag is het een drukte van je welste in Den Haag. Prinsjesdag, tuurlijk. Dan wordt de miljoenennota gepresenteerd. Ik ben benieuwd wat dat dan weer voor moet gaan stellen. Gaan we nog meer moeten inleveren of krijgen we nu eindelijk er wat bij? Dat zou ook wel een keer fijn zijn. Maar goed, dat beslissen ze daar in Den Haag. En ja, dat is toch best wel ver van mijn bed, moet ik zeggen. Ik hou me niet zo bezig met politiek en het helpt toch niet zoveel. Ik ga wel elk jaar netjes, of tenminste elke keer als ze mogen stemmen, ga ik wel netjes stemmen. Want ik vind, ja, we hebben stemrecht. Laten we dat dan ook gebruiken. Prinsjesdag dus vandaag. Laten we daar nou eens een tekening bij maken, bij Prinsjesdag. Doe je weer mee? Ja, het is vandaag Prinsjesdag. Ga je daar nou bij tekenen? Nou, we kunnen in ieder geval een gouden koets tekenen. Al gaan ze die niet meer gebruiken, geloof ik. Beetje zonde eigenlijk, want het is best een mooi ding. Ja, en er staan plaatjes op. Maar dat is gewoon onze geschiedenis. En ja, geschiedenis moet je natuurlijk niet verloochenen. Tenminste, dat vind ik. Ze hebben ook jarenlang de Tweede Wereldoorlog geschrapt uit de Duitse geschiedenisboeken. Maar dat is natuurlijk niet handig. Want zo leer je niet wat er fout is gegaan in de geschiedenis. En ja, dat vind ik eigenlijk bij die gouden koets ook. Ik vind het jammer dat dat, dat ze daar om die redenen niet meer gaan rijden met die koets. Terwijl het echt een stukje verleden is. En daar hoeven we niet trots op te zijn. Het heeft ons wel gebracht waar we nu zijn, natuurlijk. Dat we een van de rijkste landen zijn. Al gaat er ook daar weer van alles mis natuurlijk. Ook al zijn we een van de rijkste landen. Ook in Nederland is er veel armoede. Zelfs artsen zonder grenzen op gaan treden in Nederland. Nou, het is te raar, te gek voor woorden. Maar goed, gouden koets. Prinsjesdag, dat hoort bij Prinsjesdag. Tenminste, dat hoorde zeker altijd bij Prinsjesdag. De gouden koets, de rondrit in de gouden koets. Nou, dat is... Ik ben niet zo goed in spaakwielen, dat zie je al wel weer. Een koets heeft natuurlijk spaakwielen. Geen lichtmetalen velgen, maar spaakwielen. En ja, die zijn van hout. En een goudhoed en zelfs van hout met goud eromheen. Nou goed, de gouden koets. Er zit hier ook nog zo'n bok op met allerlei franjes eraan. Zo, en daar zit dan een koetsier op natuurlijk. En die zit zelfs nog op een stoeltje. Nou, dat is dan een koetsier. En die heeft zelfs nog zo'n aparte muts op. Oh, nou, dit is wel een hele rare koetsier. Nou, goed. Maakt niet uit. Zo. Ja, zo'n steek heeft hij op. Hier moet ook nog van alles op. Er staan nog allerlei beelden op. En hierbovenop staat zelfs dan zo'n kroontje. Nou, het is allemaal wat. Goed, gouden koets. Hier staan nog even van de lantaarns aan zitten. Ook weer allemaal met franjes en kroontjes erop. Goed, die worden vastgehouden door dames. Nou, het is best wel een ingewikkelde koets om te tekenen, mensen. De gouden koets. Nou, ik heb ook niet gezegd dat het vandaag makkelijk zou worden met die gouden koets. We hebben de gouden koets getekend. Hier staan dan die schilderingen op, waar discussies over zijn ontstaan. Goed, de gouden koets. De koning en de koningin in de gouden koets op weg naar de ridderzaal. Om daar voor te lezen de troonrede. Ook nog een kandelaar. Wat komt er nog meer bij de Prinsjesdag is natuurlijk ook het koffertje, hè, met de begroting die wordt overhandigd aan de koning. Hoe ziet dat koffertje er nou ongeveer ook weer uit?
Dat is een koffertje. Een hele grote, volgens mij zelfs van houten koffer is het. Niet zo dik. Waarom weet ik niet. Maar het is de miljoenennota, noemen ze het ook al. Hier staat dan het wapen op. Wapen van Nederland, twee leeuwen daarnaast. Zo. Nou goed. Het wapen en dan staat hier derde dinsdag. Dinsdag. In september. Nee, ik kom ook nog een aardig uit. Zo. Derde dinsdag in september. Nou. Prachtig. Nou ja, wat is er nog meer in de Prinsjesdag? Mensen die proberen een glimp op te vangen, die slaan staan langs de route. Ja. Vlaggetjes. Goed, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met iets tekenen wat met de Prinsjesdag te maken heeft. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.